Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van QTime. En zoals ik altijd zeg, kan je QTime op verschillende manieren gebruiken. Vandaag heb ik een gast die besloten heeft haar QTime te gebruiken om iets te bedenken dat vele huishoudens super makkelijk kan maken. Vandaag zit ik met Guitánjely Geoy en zij heeft Gigi's Tempero Kaiser bedacht. Hi, Hi Elena, how are you today? Uitstekend. Ja, en ik ga direct verklappen, vandaag is een jarig. Dus als jullie het zien direct ook nog even de felicitaties sturen. How does it feel on your birthday op de bank bij mij? Bijzonder. Ja, ik voel me zeker vereerd. Ook toen de uitnodiging kwam, en ik zag het 7 september, dacht ik. Hmm, dit is zeker geen toeval, maar nee. geluk. Mensen to be. Mensen yes. to be. Gigi's Tempero casero. Vertel ons daarover. Of misschien kan je eerst vertellen wie je bent. En daarna gaan we naar je invention en creation. Hi, ik ben Gitanjali Girjasin. Ik uh, ben uh, gestopt met tellen toen ik 30 jaar werd. Gelukkig dus ik ben je... vandaag nog eens een keer 30 geworden. Mm. Bij CBB een heel andere leeftijd. Maar ze maken fouten daar, dus het is niet erg. Exactly. Dus je bent zo jong zo um, als, als je voelt. Dus we houden het op 30. Mm. En um, ik ben een vrouw met heel veel um, energie een uh, gezonde drive en um, altijd op zoek naar groei, innovatie en expansie. Niet alleen voor mezelf, maar ook gewoon voor de mensen om me heen. Ik heb um, sociologie gestudeerd en ik heb een master in human resource management. Dat is dus heel wat anders dan uh, GiGi Stempero Casero, mm -hmm. um, maar um, ik ben in het dagelijks leven Human Resource Manager bij een import-exportbedrijf. En daarnaast um, hou ik me bezig met de productie van mijn potjes. Je potjes, want daarover gaat het eigenlijk hebben. Maar niet te vergeten, je zei een drive, goed uh, motivatie, everything en een goed stel hersenen. Want je gebruikt ja. het op verschillende manieren. Dat is inderdaad dus dat zo. dat niet vergeten je jezelf. Nee. Uh, ja. Dat klopt, anders kom je niet op zulke briljante ideeën. Exactly! <laughs> um, dus, ja, dat is een briljante idee. Ja. Maar de oorsprong van dit concept: um, het heeft te maken met drie landen. Ik heb anderhalf jaar gewoond in Guyana. Ik ben sinds twee maanden terug. En um, als je door de winkels van Guyana loopt, zie je op de schappen het concept green seasoning. En dat is dus gewoon een, een potje, een glazen potje, met daarin ook wel um, een, een, varia een, een variatie van um, groene groentes. Met als basis uh, je knoflook, shallot. En ik heb het nooit gebruikt, laat me daar heel eerlijk in zijn. En dat is dus het stukje Guyana. Het concept ken ik vandaar. Maar de samenstelling heb ik van mijn zwageres. Dat is Katia Simoni van um, Atelier Bolo de mm -hmm. Zij is Braziliaanse. En um, als ik bij haar op visite ging, was ze altijd heel snel klaar met koken. Waar ik misschien <laughs> nog mijn uien zou schillen, of mijn knoflook zou pellen, of die paprika zou wassen en daarna snijden. Was zij was, al aan het draaien? <laughs> was zij of bijna klaar als het gewoon een eenpans gerecht was. En ik had zoiets van, hè? Daar moet toch een geheim achter zitten? Totdat ze me wees, ja, maar dit is het. En toen dacht ik, hé, hey, bingo. En dat is iets van heel lang terug. Maar um, ik kwam terug uit Guyana. En het idee kwam ik dus weer tegen bij haar in de keuken. En het heeft me achtervolgd. Ik ben geen ondernemer. Ik was toen geen ondernemer. zeggen. Ik was toen geen ondernemer. Nu een mini-ondernemer. En um, ik heb het met haar besproken. En toen zei ze: gewoon doen, gewoon doen, gewoon doen. Aanpakken. Zij is ook heel klein begonnen. Mm -hmm. En um, toen ben ik erover gaan nadenken. Ik wilde anders zijn. Want ik ga niet kopiëren van haar. Dat vind mm -hmm. ik natuurlijk ongezond. En ik heb. Het concept van haar, van uh, Katia, mm -hmm. versurinamiseerd. Mm -hmm. um, zij maakte haar potje <coughs> volgens een Braziliaans Brazilians. concept. Mm -hmm. En ik dacht, ik wil daar iets aan toevoegen. om het een Surinaamse smaak te geven, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. Dus heb ik um, twee tot drie ingrediënten aan toegevoegd. En het eindresultaat is dus GG's tempero casero. Casero, oké. Okay, zou je ons willen vertellen wat er dan precies is? Instead of is er nog een secret, is het een secret recipe? Um, ik ben redelijk transparant. Mm -hmm. Belangrijk is dat alles wat erin gaat, vers is. Dus de boodschappen haal ik ook gewoon één dag van tevoren, of dezelfde ochtend, voor ik in productie ga. Ik moet aangeven dat het een basis is van uien, knoflook. Um, ik gebruik... Zonnebloemolie, olijfolie, zeezout. En um, de klanten die mogen zelf aangeven wat ze er extra bij willen. En dan noem ik een paar um, producten. De ene klant wil het met koriander. Dat gaat heel hard, koriander. De andere klant zegt: Nou, ik wil geen koriander doen, maar soepgroenten. Of um, soepgroenten met paprika. Um, Prei, Dus het zijn een aantal um, groentesoorten. Um, kruiden. Die dan worden gemixt. Dus basically heb je dus, last van dat je iets hebt bedacht dat het koken nog makkelijker en sneller maken, kan je eigenlijk voor elk huishouden, voor elke keuken, kan het gewoon uniek gemaakt worden in hun preferentie, wat ze in, erin willen. In elke keuken, voor de voorkeur van een ieder. Um, ik heb ook klanten die zeggen van, nou nee, um, knuffelook pellen is mij een uh, opgave. Geef mij maar gewoon een potje knuffelook. Um, dat, ging, dat ging al goed. Mm -hmm. En um, klanten houden me ook bij de les. Mm -hmm. En ik heb al drie klanten gehad die hebben gezegd, nou doe mij maar masala bij. Wauw, oh, dat kan ook. Dus ik exactly, zei, <laughs> dat kan ook op maat gemaakt. En dan vraag ik ze ook: hoor, gebruik je een bepaalde masala? Welke voorkeur heb je? Er zijn zoveel um, geuren en smaken. En dan koop ik inderdaad ook dat pakje dat de klant prefereert. En dan maak ik ook die mix uh, voor ze. Nou, ik zou je nog vragen waarom iemand hiervoor zou moeten kiezen, maar de convenience, het gemak is al duidelijk naar voren gebracht. En stel, uh, ik wil sowieso een potje hebben, dus voor je weggaat gaan we direct de order plaatsen. Maar iemand die nu kijkt, en denkt van, hé, hey, dit is wat ik al die tijd zag en nodig had. Hoe kunnen ze jou bereiken of waar kunnen ze dit product vinden? Hoe, hoe gaat de bestelling uh, te werk? Ja, nou, ik heb een Facebook page. Mm. Facebook page, mm. Gigi's Tempero Casero. Ik ben ook op Instagram te vinden. Ik heb ook een mobiel nummer 877 8118. En dan mag je altijd een appje sturen. En dan um, wordt je bestelling in orde gemaakt. Nou. Dus op socials ben ik sowieso te vinden. Ik ben in het proces van formalisatie op basis, op basis van eerlijkheid en transparantie. En, um, en het komt in orde. <laughs> Het komt in orde. Guitánjie of Gigi ga je gewoon Gigi noemen vanaf nu ben je mee Gigi. Gigi heeft al gezegd hoe het werkt, waarvoor het uh, gebruikt kan worden en waar jullie het kunnen halen als jullie eventueel willen bestellen. Maar nu we nu hier zitten, we hebben erover gesproken, ik zie ook een leuke display. Maar stel, wat is jouw go-to-recept als je snel, snel... Ik heb, ik heb 20 minuten en ik wil echt snel even iets klaar maken. What would you recommend us? Wat zou je ons aanbevelen? Um, Natuurlijk is dat de voorkeur van um, de persoon die kookt. Wat ik zelf doel heb gedaan en ook gewoon de mensen kan aanbevelen. Wanneer je op een bepaalde dag je vlees hebt gekocht, ik noem het voor nu even kip. Dan kan je het van schoonmaken, um, inleggen uh, met de um, basis kookmix. En gewoon je zakjes maken in de vriezer doen. En als je wil gaan koken, een zakje eruit in de pan. Klaar. Of een andere manier is ook dat je je pan op vuur zet. Je neemt een eetlepel van uh, de kookmix. Um, ik, ik voeg er geen extra olie aan toe, want het heeft dan een basis van olijfolie en zonnebloemolie. Um, door de hitte komt de olie automatisch vrij en dan gaat gewoon je groente erin of je vlees erin. Je hoeft er echt niks aan toe te voegen. En um, als, je, ook als je groente wil roerbakken, een eetlepel erin en dan je groente in de pan. Um, wat veel mensen hebben aangegeven is dat ze vis inleggen ermee mm -hmm. en dan bakken. bakken. Ja, en um, je, gaf, uh, je sprak over de display. Um, dit is dus gemaakt door Katia Simoni van um, Atelier Bolo di mm -hmm. Het is haar concept, mm -hmm. maar zij is dus mijn vaste afnemer. En in haar keuken, ze heeft een brood- en banketbakkerij. Um, volgens het Bra Braziliaans concept. Dit zijn dus um, in het Portugees: is dit pau delicia, lekker brood. Dat is dus een zelfgemaakte bon, een bolletje. En dat heeft ze dan gevuld met een, een kipkaas salade. Mm -hmm. Met die Gigi's tempero als basis. Oh. Op het bolletje heeft ze ook een. Beetje van die um, tempero ja, ook, gezet. Ja. En dat is een homemade um, cheesy garlic bread. Een cheesy garlic bread, mm -hmm. correct. Mm -hmm. En um, op de bovenkant is er dus kaas met, de, met deze kruiden. Maar ook de binnenkant van het broodje is gevuld met een kaas mix op basis van. Die, Die stemperen, kasseren. Dus het is echt multifunctioneel. Ja, ik... ik uh de watertanden naar deze dingen. Maar de recepten die je net hebt opgenomen zijn super. Uh, die zijn voor alles. Dus marineren en gewoon direct koken. Cool. Dus dit is gewoon iets wat elke Suriname in een household, so, in a whole household excuse me, zou moeten hebben. En jij hebt het bedacht. Ik heb het bedacht. <laughs> so good for you yeah. girl. Dankjewel. <laughs> en uh, nogmaals een fijne verjaardag toegewenst. En ik vond het super fijn dat je vandaag bij ons was om te vertellen over en creation. Deze Gigi Tempero Casero. Yeah. En ik hoop dat... Uh, je gewoon alles ready kan hebben, zodat je groeten kan produceren. En uh, iedereen blijkt kan maken thuis. Ja, <laughs> dankjewel. En jullie ook thuis voor het kijken. Vandaag was die Tangeli bij ons. En ze heeft haar eigen product, haar Gigi Casero tempero. Tempero casero, excuse me. Gebracht voor ons om te zien. Het is een ready to use. Pre-made mix met kruiden en everything. Dus als jij niet houdt van lang in de keuken staan, is dit product voor jou. Eén labeltje zal genoeg om snel jouw gerecht klaar te maken. En als je zegt van ik, heb een, ik wil iets extra erbij, ik wil een andere kruiden of een andere groenten erdoor, zij fixt het voor je. Ze heeft uh, Facebook, Instagram, jullie kunnen daar haar opzoeken en direct je op bestelling plaatsen. Dus so, wacht niet te lang en get yours. En nogmaals, bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.